Daarmee gaan we zo meteen blinddoeken om de beurt. En we mogen uit de koelkast, uit de kast, noem maar op, mag je iets te eten pakken. En de ander moet raden wat het is. Doe het dan! Ja, dat gadverdamme. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees en vandaag sta ik in de keuken en dat is niet zonder reden. Ik ben namelijk samen met je boy Boas. En ja, ik had dit video idee al een tijdje gepland omdat jullie het achter hadden gelaten in de comments. Dus heb je nou een leuk video idee, laat het dan zeker weten hier in de comments beneden. Wat we gaan doen is als volgt. We hebben hier een mooie theedoek. Daarmee gaan we ons zo meteen blinddoeken om de beurt. En we mogen uit de koelkast, uit de kast, noem maar op, mag je iets te eten pakken. En de ander moet raden wat het is. Het hoeft trouwens niet eens eten te zijn. Zolang je er niet aan dood gaat, is het. Maar je mag dus ook een plant of een stoeptegel in iemands mond stoppen. Ja. En je moet raden wat het is. Raad je goed wat het is. Krijg je een punt. Degene met de meeste punten aan het eind. Die wint. Oké. Okay, hoeveel dingen doen we? We bakken per persoon 5 dingen. We doen mag ik ook mixen? Nee. We doen even steenpapier schakelen. Je gaat beginnen. Ik wil beginnen. Oké. Okay. Boas mag als eerste iets voor mij kiezen. Ik ben benieuwd wat je pakt. Ik ga mezelf even blinddoeken. Ja? Oogjes dicht? Ja. Ziet niks? Ja. Oké, okay, top. Dan ga ik het eerste product pakken. Kijk maar. A few moments later. Hij gaat sowieso iets kiezen wat ik niet lekker vind. Maar dat is de hele challenge niet. Je moet gewoon raden wat er in je mond zit. Oké. Okay. Mond open. Ik wilde zeggen open. Ogen erin. Ik dacht daar ook aan. Kutklop. Ik wist het al. Yes. Ik had zo gehoopt dat je echt een volle bijt erin zou doen. Ah, gast. Rauwe knoflook. Moet je wat? Ik denk dat ik trouwens nu ook gewoon gelijk het stomste product heb gevonden wat er was. 1-0 voor mij! Oké, okay, mijn beurt. Een tweede engel. Nee, stop. Oh, dat gingen we niet doen, hè? Nee. Ik ben aan de beurt. Top. Ben je er klaar voor, Boas? Oké, okay, doe even je... Ja? Doe maar. Slikken. Wat kan pak? Oh, dat is een theezak. Moet ik ook proeven welke thee het is? Wacht, ik moet proeven welke thee het is. Zoet aan! Nou, top. Top, dan heb je een... Je hebt het goed geraden. Met thee had ik het al goed gevonden. Maar je hebt ook geraden wat voor thee. Ja. Dus je hebt een imaginary extra bonuspunt. Wat er niet is. Dat betekent dat we allebei 1 punt hebben. En ik mag de blinddoek weer opdoen. Of doen we met het ABBA-systeem. ABBA. Ken je dat niet? Dus met voetbal als je penalty schiet. Dan mag eerst het ene team. Dan 2 keer het andere team. Dan het 2 keer het ene team. En dan het andere team. Nee, we gaan maar zo beurt. Oké, nou. Terwijl Boas het volgende product pakt, moet jullie even een duimpje omhoog achterlaten. En abonneren, want meer dan 60% van jullie is nog niet geabonneerd. Dus doe dat hier beneden. Dit wordt hem. Mond open, verder. Oké, okay, dicht en happen. Dit is denk ik heel raar, of niet? Ja, volgens mij wel. Er zit nog 1 kruid erbij. Kan je die raden voor de extra imaginary bonus point? Ik proef geen kruiden erbij. Ja, dan heb je niet de bonuspunt. Ja. Het was met bieslook, helaas. Maar wel een puntje, lekker hoor. Het is makkelijker dan je denkt. Maar ik heb in de koelkast zitten kijken. Het zijn allemaal producten die je wel in 1 keer weet. Dat is shit. Ja, maar je moet gewoon iets beter zoeken dan je neus lang is. Mijn neus is heel lang, dus ik moet heel ver zoeken. Boas is geblinddoekt. Wat ik nu ga proberen, ik moet echt iets vinden. En dan in een andere vorm maken dan dat het eigenlijk daadwerkelijk is. Oh, dat is zo lastig. We hebben tot nu toe alles goed geraden, dus ik ga voor iets nieuws. Kijk wat we hier hebben liggen. Een ballon. Oké, ga staan. Oké, ben je er klaar voor? Nee. Nu wel. What the fuck? Ik zit te twijfelen tussen 2 dingen. Eén hoop ik niet uit zelf gepakt en de ander was een ballon. Oh. Ja, welk van de 2 kies je? Ja, ik kies voor de ballon. Doe je ogen maar open. Oh, gelukkig. Nice. Volgens mij ben ik begonnen. Hebben we nu allebei 2 gehad? Ja. Of hebben we allebei 3 gehad? 2. Dus wat we nu doen we een combinatie van 2 dingen. Als je er 1 raadt, heb je 1 punt. Ja. Raad je allebei, heb je 2. Dus 2 gerechten. Ja, het mogen, maar... Nee, geen kruiden. Het moet echt 2 dingen zijn. Dus bijvoorbeeld zo'n choco en een ei. Maar dan hard gekookt, maar dat hebben we dus niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat betekent dat jij mag. Deze nemen. Hier een klein stukje van. Dit is hem geworden. Kom maar omhoog. Nee, het zijn geen vieze dingen. Ja? Het is weer van een lepel afhappen. Ah.
Dit is een combinatie die veel gedaan wordt. Ja, ik weet wat paprika is. Ja, iets van een smurrie. Iets van een smurrie. Ja, ik ken dit sowieso niet. Ik ken het 100%. Ja, hoe heet dat rode spul weer? Tomatensaus. Nee, daar staat ook filet Amerika. Maar ik denk dat dat het niet is, want dat is proef volgens mij niet zo. Nou, dat is mijn gok. Dat is goed. Echt? Ja. Ik heb dat nog nooit gegeten. Heb je dat nog nooit gegeten? Nee. Het is best lekker. Ja, het is niet verkeerd, maar ik dacht dat het vies was, dus daarom had ik het. Het is weer mijn beurt. Oké, je hoeft je oren niet dicht te doen. Oeh, wacht, mag ik op mijn telefoon zitten? Ja, mag maar. Het spijt me dat ik een van je partypoppen zet. Ik denk dat het een partypopper is. Nu ga ik echt op zoek. Zo, mijn oren gek. Ik heb een best kutte, denk ik. We moeten iets vinden wat overmeesterd wordt door de boot. Dus ik ga het even kiezen. Ik ga deze kiezen. Dit wordt hem. Nee, nee, nee. Ik heb een betere. Gewoon een honey loop. Dus een honey loop met boter. Sta ik naar de goede kant? Ja. Hè? Mag ik? Nee. Hallo? Ik hoor oprecht gewoon helemaal niks als ik mijn vingers goed in mijn oren heb. Best wel sick. Dit is het smurrietje geworden. Oké, okay, doe je mond open. Mond open. Kan ik het opeten? Ja. Oh, fucking boter. Maar wat kijk ik erin? What the fuck, mate? Dit wordt zo vies. Heb je zo'n coco pop? Coco kak. Is dat je final answer? Is dat je final answer? Dat is seks. Ik zit te denken, wat staat er nog meer zo? Of dit is een stukje koekje. Oeh, je moet een keuze maken. Want het staat nu 4-2 voor mij. En jij kan het op 4-4 krijgen. Want boter is sowieso goed. Alleen je moet bij die andere een keuze gaan maken. Mag ik uitspoegen? Je hebt heel vies. Je mag het uitspoegen. Je mag het uitspoegen. Ja, dat gadverdamme. Maak een keuze. Ik ga denk ik toch voor die coco crunchy dingen. Die ontbijtdingen van jou. Oké. Okay. Doe je maar af. Oh, gadverdamme. Wat de fuck zat erin? Oh, ik wist niet dat hij had. Ik had een chocoladeproefte. Wat de fuck? 4-3 Boas. Dat betekent dat het 4-3 staat. En nou ja, die boter. Inderdaad, dat is niet heel chill. Maar ik denk dat dat ongeveer even vies voor hem was als voor mij de eiersalade. Alleen ik deed iets stoerder. Nu mag jij het vernoemen. Heb je trouwens echt een hap boter genomen? Ja. Dat is echt heel naar. Het is heel naar, maar het is niet per se vies. Nee, het is gewoon echt naar. Ik ben benieuwd waarmee je combo was. Ik ben even een rondje aan het lopen. We hebben deze net gekocht. Oh, wacht. Ik hoefde niet eetbare dingen te doen, want hij heeft ook een ballon in mijn mond. Ik ga dit doen. Down. Dit is het eerste product. Tweede product. Doe. Ik doe ook echt een strak. Creamy yogurt. Kijk, het zit weer op een lepel. Je hebt alleen maar lepels. Ja. Ja, maar, ja, ik had die van jou bijvoorbeeld net met die boter ook op een lepel gedaan. Dit had ik ook anders kunnen. Oké, kauwen, niet gelijk doorslikken. Bij de open gap. Oké, de eerste weet je denk ik wel. Ja, yoghurt. Ah ja, maar. Dat is die kwark van Timo. Met stukjes chocola. Ja. Oh! Nee, je mag niet met je handen voeren. Je mag alleen met je mond voeren. Oké. Dit kan niet goed gaan, maar het kan ook wel goed gaan. Het is of het stukje, het steeltje van de appel. Ja. Ja, het is gewoon het steeltje van de appel. Ja. Heel. Ja. Ja, what the fuck kan er meer? Hoe weet je hoe het steeltje gaat? Ga ervoor, het steeltje van de appel. Ja? Ja. Doe je dit nu maar af en hangen uit je mond. Wat de fuck is dit? Oh ja, ik wilde die of deze of die andere zeggen, maar ik dacht het is veel langer. Nee, helaas. Dat is de eerste, niet goed. Als ik ervoor zorg dat je deze niet weet, zou het top zijn. Je moet ook één dingetje doen eigenlijk die je heel makkelijk weet en één dingetje die je echt totaal niet makkelijk weet. Kijk, dit is de eerste. Dit is er mijn. Ik ken het best van het begin. Lang zoals de leven is jij altijd binnen de week nog een keer. Ja, dat zijn we. Dag vanaf en tot volgend jaar. We hebben dus een mond opnemen en ik vind het zo. Boas. Mag ik al? Ja. Oké, mond open. Ogen dicht. Ha. Kijk, bijt. De eerste zou je echt meteen moeten weten. Ja, komkommer. Oké, dat is één punt. Wat de fuck? Is het nou wortel of niet? Heel anders dan een wortel, hoor. Heel zwaar. Misschien heb ik wel onder het water gehouden. Wat is het, Boas? Komkommer met vieze wortel. Oké, doe maar, spuug het maar uit, dan kan je denk ik zien. Wat is dat? Krieltje. Lastig. Ja, deze was. Ik dacht, oké, een oversterke smaak van de komkommer. En dan een krieltje gewoon in het midden. En dan. Ja, jij hebt hem helemaal eruit. Omdat die kruiden had, dacht ik dat het een soort gekruide soepwortel was. Ja, sick. Misschien uit de soep een wortel getrokken of zo. Dat betekent dat Boas 1 punt erbij krijgt. En dat stond 5-3. Nu staat het 5-4.
allerlaatste ronde. Oké, we gaan op zoek naar het laatste ding. Ik wil dit eigenlijk doen. Ik ga hier gewoon een blikje voor openmaken. Fuck dat. Een tomatenblokje en een stukje... Oeh, valt er bijna het grote kipfilet. Oké, sapjes klaar. Heel benieuwd wat ik hiervan ga vinden. Ik denk dat het best lekker kan zijn. Ja, kom maar. Deze kant op. Kom maar. En stop. Mondje open. Ik heb het weer op een lepel gelegd. Ah, kut. Verder open. Het is gewoon naar. Het zijn dingen die niet eens naar zijn, maar het is gewoon naar omdat je niet weet wat het is. Tomaat. En vlees. Alleen welke. Ja, welke. Het is geen kip. Dus die andere, ik weet niet hoe die heet. Dat was iets met ham. Ja, ham? Mm. Oké, het staat hierop. Oh, maar die was wel. En wel inderdaad blokjes tomaat. Ik had gehoopt dat hij minder smaak had gehad. Hey, wat? Ik denk dat ik nu 6 punten heb, dus je moet ze nu allebei goed hebben. Ja. Dat is win ik. Dus misschien is het wel gelijk spel, jongens, mijn dames en heren. We hebben ook gewoon dingen geopend. Ja, we hadden dan één stukje. Ja. Ik zei ook al van, ja, fuck it, ik ga hem proberen. Die was zo open, gelukkig. Ja. We hebben de volgende twee dingen, die gaan we even bij elkaar doen. Dat is deze. En dat is deze. En dan krijg je het volgende, namelijk dit. Boas! Kom maar. Loop maar door. Ja. Mondje open, ogen dicht. Nee, je ogen zijn al dicht. Go. Wortel, kipfilet. Wat is dat? Kut. Kut. Ik dacht, oké, wortel weet hij, dus dat is prima. Maar ik dacht, omdat jij net kipfilet had gedaan, doe ik ook kipfilet. En dan denkt hij, dat gaat hij nooit doen, want die heb ik net gedaan. Oh, best lekker bij elkaar. Gefeliciteerd. We hebben gelijk gespeeld. Nou, deel 2. Ja. En dan gaan we naar de winkel om echt dingen te kopen, zodat we echt niet weten wat het is. Ja, zo van tevoren allebei ze maar dan moeten bedenken en dan alvast naar de winkel mogen gaan. Ja, precies. Dat werkt denk ik beter. Ja, want nu wij weten allebei wat er in de koelkast stond, wisten dat de kipfilet lag en weten dat er wortelen liggen. Ja, klopt. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vond je hem nou super leuk? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je nieuw bent. En ik check jullie bij een volgende video. Later! Gewoon helemaal in je mond. Gewoon opeten, gewoon even kouwen. Gewoon kouwen. Ik ga over nek als ik... Doe één keer, doe één keer, helemaal in je mond. Je mag het daarna gewoon echt opbijten. Helemaal, Timo. Je bent fucking ranzig, mee.